Het is een forse streep door de rekening. Nou, dat mag je wel zeggen. Daar had niemand op gerekend. Ik ook niet. Een ploeg die in de voorbereiding uitstekend gedaan heeft. En ook vorige week in de Supercup. En dan zie je dat totaal geen garanties geeft als je tegen een ploeg speelt die wel alles wil geven. En tegen een ploeg speelt die denkt dat ze het met techniek alleen maar kunnen. Nou, dat red je het niet. U zei vorige week een doelpunt dat je scoort, dat moet je makkelijker laten voetballen. Ja. Dat gebeurde vanavond ook, ja. maar het tegenovergestelde bleek ook waar. Is dat verbazingwekkend voor je ploeg? Ja, heel vreemd. Juist tegen een ploeg als RKC, als je met 1-0 voorkomt, dan kan je ze nog meer laten komen. Dan kan je met de diepte spelen met Lens en Wijnaldum toen het daar en ook nog de rechterspits. Maar ik zag het al gelijk dat we bij iedere tweede bal te laat kwamen. En als je dan ziet hoe de goals weggegeven worden, ja, dat is natuurlijk een lachertje op dit niveau. Is dat dan ook het punt waarbij u aanstipt van daar gaat het mis? De tweede bal, het weggeven van de doelpunten? Nou, ik heb natuurlijk wel een aantal dingen gezien. De vorige week konden we natuurlijk vanuit een gesloten defensie spelen. En nu moet je het spel maken. En daar hadden we vandaag echt problemen mee. En dat is natuurlijk iets wat in deze competitie veel vaker zal gaan gebeuren. Ploegen die spelen als RKC, agressief en compact. Ja, dus dan zullen we zelf ook wat wijzer moeten worden daarin. Er gaan komende week veel spelers weg. Dus op weg naar de volgende competitiewedstrijd heeft u een beperkt gezelschap. Dat zal het herstel zeg maar moeilijker maken. Nee, maar morgenochtend komen we bij elkaar. En dan gaan we eens een keer bij elkaar zitten. Dan mogen zij praten. En volgende week zien we wel de consequenties.